Is het trouwens niet leuk ook voor het teamgevoel dat wij ook een eigen top 50 of zo gaan staan? Zodat we allemaal een paar liedjes mogen inbrengen. En dat we als we hier binnenkomen even die muziek opzetten. Voor? Nou, net als de Tweede Kamer. Die moet hun liedjes inleveren. Toch? Heb je dat niet meegekregen? Nee, niet meegekregen. Nee? Bij de Tweede Kamer moet iedereen zijn liedjes inleveren. Ja, helemaal die wilde het niet, hè? Nee, Theo vond het niet zo'n goed idee. Maar misschien even kijken. Iedereen moet dan een paar nummers inleveren. Je favoriete nummers, dat wordt dan een soort lijst samengesteld. Dus ja, misschien is het ook wel leuk voor ons. Maar Theo Hiddema zag het niet zo zitten. Heeft u al een liedje ingestuurd voor de top 150? Nee, daar heb ik ook helemaal niks mee te maken. Ik ga geen liedjes insturen. Ik ga niet aan lijstjes meedoen. Die flauwekul. Muzikale impressies, dat is particulier terrein. Dat kan wisselen met je stemming en humeuren. Dan het ditje, dan het datje. Maar ik ga niet aan de grote klok hangen wat mijn favoriete muziek is. Misschien een stukje zingen? Dat is weer het zoveelste moment dat de mens achter de politicus naar voren moet kruipen. Nou, dat ga ik lekker niet doen. Ik ben altijd heel benieuwd naar wie meneer Hiddema dan is. Ja? Maak een afspraakje. Wanneer? Wanneer gaan we? Oh, laat doen. Dan stuur meneer een andere richting uit. Dan komen we daar wel uit. Dat man. Ik vind dat zo'n kostelijke man. Kostelijk mannetje, hè? Ja, kostelijk mannetje. Sterk in de discussie, hè? Ja. Ik kan de Theo hier ook wel eens een keer neerzetten. Ja, zou die wat... Ja, ik weet wel wat zijn favoriete liedje is. Ja, vertel. Ja, min wel is mijn feestneus. Ja. Hij is allemaal los, die Theo. Dus wat dat betreft... Zou die wat van voetbal weten? Ik kan me niet voorstellen. Nee, dat lijkt me niet. Nee, dat lijkt me niet. Maar nee. Het is wel een levensgenieter. En de man is wel breed georiënteerd. Ik weet ook niet of hij als advocaat veel voorstelt, hoor. Jawel, dat is wel, heeft wel een aardige reputatie. Want hij is al behoorlijk op leeftijd, hè? Ja. Maar dat zegt niks. Hè. Die oude mannen overleven alles op dit moment. Die pakken de macht, hè, op dit moment. De man op leeftijd. Die jongens van rond de 70. Ja, die jongens inderdaad. Vroeger, ja, dat zijn vroeger de mannen van 50. Hè. Dat zijn nu de jongens van 70. Ja. Wij zijn van de generatie, we willen van geen wijken, weet je. Nee. Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.